De Europabeker voor landskampioenen in het korfbal gespeeld. Europabeker is natuurlijk een groot woord voor een sport die een hoofdzakelijk Belgisch-Nederlandse aangelegenheid blijft. Aan dit toernooi namen ook nog ploegen uit Engeland en West-Duitsland deel, maar de beslissende wedstrijd ging toch tussen het Belgische AKC en het Nederlandse Fortuna Delft. Een verslag van Eddy Groenwals. Het was de 20e keer dat er voor de Europabeker bij de landskampioenen gespeeld werd. Tot nu toe ging de trofee 18 keer naar Nederland en slechts 1 keer naar een Belgische club. Riviera was dat in 1977. Nederland dus duidelijk het sterkste korfballand. AKC, de Antwerpse korfbalclub, wordt in de beginfase dan ook weggedrukt door Fortuna Delft, hier met gestreepte shirts. Dat overwicht wordt uitgedrukt in een eerste korf van Arjan van Leeuwen. En via twee strafworpen wordt het al snel 0-3. Hier is het Arno Preuninger die scoort. De Belgen staan erg zenuwachtig op het terrein en zelfs vanuit strafworp kunnen zij niet scoren. Dit is Patty van Hekken die mist. Toch laat AKC zich niet helemaal wegspelen. Integendeel, de Antwerpenaars vechten moedig terug. Monique Zeebrecht. Een paas naar Anduchen. En zo wordt het 2-3. Helemaal terugkomen kunnen de Belgen echter niet en bij de rust is het 2-4. De Nederlanders die voor de pauze erg secuur speelden missen in de tweede helft enkele goede kansen. Hier faalt Arno Preuninger van dichtbij. Toch komen de Antwerpenaars 3-6 achter, een aanzienlijke kloof. Maar ze geven de moed niet op en terecht. Die van Bosch, een mooie korf en het is 4-6. 5-6 wordt het via Anduchen op strafworp. De spanning stijgt dus in de slotfase van de wedstrijd, maar het blijft opvallend dat de Belgen... Eddy van Hoof, die in beeld, compleet onopvallend speelt. Tot hij uiteindelijk de verlossende gelijkmaker door de korf jaagt. Extra times denkt iedereen al, behalve de Nederlanders die nog een wanhoopsaanval uitvoeren. De bal komt onder de korf bij Arjan van Leeuwen. Die draait rond Vivian Verbeek en scoort. Maar de Engelse scheidsrechter Peter Allen keurt de korf af. De Nederlanders begrijpen het niet zo best, maar er komen dus toch verlengingen. Daarin komt alweer Fortuna Delft op voorsprong met een afstandsworp van Arjan van Leeuwen, dit keer volkomen reglementair. De Belgen moeten opnieuw inwerpen naar die korf. De bal wordt onmiddellijk naar het aanvalsvak gestuurd. Karla Beukelaar, Frank Hardies, Monique Vlemings, zij staat vrij om te gooien en die loopt uitstekend. Er is 7-7. Er is ook de stand na de eerste verlenging. AKC speelt nu boordevol zelfvertrouwen. Vivian Verbeek, regie van Bosch, opnieuw Vivian Verbeek en 8-7. Vivian Verbeek, de speelster van het jaar, brengt haar ploeg voor het eerst in deze wedstrijd op voorsprong. Nu zijn het natuurlijk de Nederlanders die staan te rillen op hun benen. De Antwerpse kampioenen daarentegen laten zich in die slotminuten niet meer verrassen. Ze controleren rustig de wedstrijd. Meer nog, op paas van Patty van Hekken maakt Chris van Lomme er 9-7 van. Meteen de eindstand. AKC, de Antwerpse korfbalclub, wint voor het eerst in haar bestaan de Europabeker voor landskampioenen. Na Riviera is AKC de tweede Belgische club in 20 jaar die deze trofee bemachtigt.